van vandaag komt uit de gemeente Meersen, waar een dijk zwakke plekken vertoonde met grootschalige evacuaties als gevolg. En inspecties en verzwaring van die dijk, om zeker te weten of die het houdt. Slag hebben Joris van Poppels dat hier vanavond op die zwakke plek. Wat is dit? Dat is het goede nieuws. Je ziet dat de zandzak die wacht is nu daar. De mensen hier vanmiddag zijn neergelegd. Dat, die houden het water tegen. Je ziet geen badwater stromen, maar dat is goed, dat hoort zo. Het water komt dus in dit gat komt het naar boven. Dat is waarom uit die Maas komt, onder een kanaal doorgaat, onder de dijk, waar we hier op staan en hier dan opeens zo naar boven komt. Het heeft niet zoveel te maken met de toestand van de dijk, dat kan gewoon gebeuren. Dat ze zo enorm een waterdruk op die Maas zit. Dat zagen ze vanmorgen, nou, de dijk is niet meteen groot alarm. Dat wat had kunnen gebeuren is dat het hier wel meer was weggespoeld, omdat een enorme massa water daarvoor was gegaan en daar is het boven. Voor bewoners die hun huis moesten verlaten, is er nog geen duidelijkheid. Want we hebben Arnie Vreemdeling. Jij bent op een locatie in Meersen waar mensen worden opgevangen. Is er al meer duidelijkheid als een veiligheid? Nee, nog altijd niet. Duidelijk is dat er uit het gat waar Joris net op stond, dat daar nog steeds geen water uitkomt. Dus dat is het goede nieuws. Maar hoe zit het dan met de rest van de dijk? Om dat uit te zoeken voert de kustwacht al de hele avond inspecties uit. En die inspecties die gaan nu ook nog door. Dat doen ze met een vliegtuigje of een helikopter. Dan vliegen ze daarboven. Er wordt op dit moment ook nog overlegd door de veiligheidsregio en de burgemeester. Dus tot nu toe is het nog steeds niet duidelijk of de situatie echt veilig is. En dus of mensen naar huis kunnen. Ja, dit is ingericht achter jou als een opvanglocatie, maar het ziet er nogal leeg uit. Wat denk je, gaan de meeste mensen nu dan ook naar huis? Ja, het is hier ook heel erg leeg. Er liggen drie mensen inmiddels hier een stukje verderop daar te slapen op veldbedden. Twee mensen zitten nog te wachten. Het zijn mensen die ik al een paar keer heb gesproken, die niet in het hotel terecht konden omdat jullie een hond hebben. Die ligt hier trouwens ook rustig te slapen. Jullie blijven dus hier. Maar stel nou dat het nieuws komt, het is veilig. Gaat u dan nog naar huis? Nee, we blijven hier. Waarom? Omdat we anders in het donkere thuiskomen en ja, je weet niet wat je aantreft. Dus dan gaan we liever morgenochtend. En als het weer licht is. En gaat u zo meteen op het veldbed? Misschien moet ik nog even kijken. Of u blijft hier zitten, want dat vertelde u gisteren. De hele nacht heeft u hier gezeten. Ja, dat is misschien raar voor te stellen, maar ja, je bent toch wel moe. Maar je, wil, ja, je bent ook een beetje onrustig, dus dan blijf je eigenlijk net zo niet rustig zitten. Hoe dan ook. Nou, deze mensen blijven dus hier zitten, rustig. De meeste mensen, dat kan je wel zeggen, Jeroen, van de 2.000 tot 3.000 mensen die uit het risicogebied geëvacueerd zijn, die slapen bij familie en vrienden. Het zijn enkele tientallen die opgevangen worden door de groep. Dankjewel, Arie. Een goede nacht, de rest aan meneer en mevrouw Karstian. Dan wordt er intussen geld opgehaald voor de slachtoffers van het water. Nationaal Rampenfonds heeft 777 opengesteld en daar was in het begin van de aanval 700.000 euro opgehaald. Ook premier Rutte heeft mij een gevoel voor de hele KV. Het is verschrikkelijk. Ik had net een gesprek met horecaondernemers. Ik heb een jaar geleden een keer op de kast gezeten daar. En kijk, je ziet alleen letterlijk het dak.